die ene dag. Mensen vragen mij altijd alleen maar naar die ene dag. Alsof ik er geen andere heb geleefd. Of ik me nog herinner, durven ze soms te vragen. Nou zeker, ik herinner mij die dag. Ik herinner mij zoals andere mensen zich een heel leven herinneren. Geen wonder, ik ben die 24 uur. Alles wat ik nou nog denk en droom en doe werd daarbinnen bepaald. Wat ik voor die ochtend ben geweest verloor iedere waarde. En wat er na die dag nog van mij over was, kon nergens anders nog belang aan hechten. Ik heb altijd gezegd dat met die dag alles begonnen is en alles ophield. En nou, op de valreep dient zich een vervolg aan. Had ik gezegd dat ik die kerel niet wil zien, dat ik het verdom om oude wonden open te rijten, dan was alles gebleven zoals het was. Zoals ik het ken. Zoals ik het begrijp. Maar hij is er al. Hallo. Welkom. Hi. Zonder al die apparatuur. Dat is wezenlijk anders dan wat we hier ja, ook naar voren brengen. Je kreeg bijstand. Ik heb een enorme nieuwsgierigheid nodig naar iemand. En dat gebeurt eigenlijk alleen maar wanneer ik een echt leven zie. En ineens, net als je over de eeuwen heen iemand aankijkt en de vlam slaat over. En dat je denkt, maar god mens, hoe heb jij geleefd? Hoe zou dat zijn om dat leven te leven? En vanuit die nieuwsgierigheid kan ik elke ochtend die discipline opbrengen om te gaan zitten. En als ik een verhaal zou verzinnen, misschien gebeurt het een keer hoor, maar als ik een verhaal zou verzinnen, dan op het moment dat je het dilemma in iemands leven verzint, kun je ook ogenblikkelijk de oplossing verzinnen. En het gaat mij niet zozeer om de feiten van zo'n leven, want die kun je googlen en dan heb je ze. Franse recensent noemde mij een keer een detecteur dame, dus een soort speurder van de ziel. En dat is het ook. Het is hoe kom je van de ene beslissing in je leven en van het ene gevoel in het leven naar het andere. En hoe leg je die puzzel en die zoektocht, dat is die nieuwsgierigheid. We hebben het nu allemaal vanwege die boekenweek over de jeugd, maar het is natuurlijk een verschrikking. Ach, ik ben zo blij dat het allemaal voorbij is. Ik werd volledig uitgekotst op school. En op een gegeven moment toch dacht ik van, ik ga op ballet. En dat is natuurlijk het stomste wat je doen kan. Ik liet me altijd in een hoek duwen en pesten en zo. Wil je dat meisje niet zo veroordelen? Ja, nee, ik veroordeel haar heel sterk. Nou, dat vind ik niet terecht. Nou, dat weet jij helemaal niet wie ik was. Jij kende mij. Je zegt dat ze lief was en aardig. Ja, ze was heel lief en aardig. Wat is daar mis mee? Er is helemaal niets mis mee, maar daarmee red je het niet in het leven. Het is net een verliefdheid. Je komt iemand tegen en alles wil je weten. En als je daar een jaar of anderhalf mee bezig bent, dan op een gegeven moment ontstaat er een stem. Opgemaakt uit al die dingen die je weet, uit je eigen gevoelens die je daarbij hebt. Maar een soort eigen logica ontwikkelt dat karakter. En vooral ook een eigen ritme, eigen muzikaliteit in de cadans van de zinnen. En op dat moment kun je ook het overgeven en kun je een heleboel hiaten die in die geschiedenis zitten. Want je kunt nog zo goed je werk doen. Je vindt nooit alles. Invullen met behulp van die stem. En prachtig is dat die stem je dingen ingeeft die ook waar blijken te zijn. Maar je schreef al wel, heel jong, zelf. Ik won mijn eerste nationale literaire prijs toen ik 12 was. Oké. Okay. En de prijs was dat er elke dag, een maand lang of zo, een vrachtwagen met appels kwam. En die moest ik uitdelen in die klasse waar ze me toch naar het leven stonden. Oh, vreselijk. Dus toen was ik ogenblikkelijk ook daarvan genezen. Ja. Maar dat was wel het moment dat iedereen zei, nou moet je gaan schrijven. En ik dacht, nou dag, bekijk het. Nee. Ja. Het zijn altijd eenlingen die aan de rand van de maatschappij staan of net daarbuiten en die hun plaats moeten bevechten. Dat zijn de mensen die mijn interesse hebben in het dagelijks leven, maar dus ook kennelijk voor die romans. Dus dat hebben ze gemeen. En omdat je heel veel invult met die stem, is het onvermijdelijk dat je heel veel van je eigen leven daarin legt. Ik kan, als ik al die boeken naast elkaar zou leggen en ik zou ze herlezen, wat ik nooit doe, maar dan zou ik het kunnen lezen als een autobiografie bijna. Zijn jullie bij het boekenbo? Ik denk niet dat ik heel lang blijf na het voorprogramma. Nee, ik sta ook om 12:30 weer bij de Febo, hoor. Lekker een kroketje voordat je gaat. Ja, mee naar beneden. Ja, altijd 2 weekjes hard werken. Heel sterk. Hoi. Dag. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Radio 1.